Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we het begin van de Premier League en EFL League, EFL Team of Season doen. Deze Team of Season promo van de EFL en Premier League gaat in twee verschillende video's gedaan worden. Dit is video 1 van de Premier League en EFL Team of Season. Dit is zo'n beetje wat wij afgelopen vrijdag tot vandaag. Maar van vrijdag 5 mei of vrijdag, ja, 5 mei. Klopt dat? Ja, van vrijdag 5 mei tot maandag 8 mei gepikt hebben. De rest van de video komt van dinsdag 9 mei tot vrijdag of tot donderdag 11 mei. Is dat een andere video? En dan de vrijdag komt een andere team van Team of Season uit. Dus elke Team of Season promo gaat dus met twee video's zijn. Dus voor jullie te confusen, deze video's komen pas nadat de promo gekomen is. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik zit nu al een beetje op voorhand met mijn video's opgenomen. En ja, nu heb ik dus een beetje later met deze video. Dus ja, deze komt dus met ergens in juni online. Dus ja, enjoy de video. En ja, let's go. Oké, dit is het eerste pakket van de video. Een Jumbo goudpakket. Een mix van 24 gouden items. En 100 spelers en we vragen iets om. Waarvan 3 zeldzaam. Wat zullen we pakken, boys and girls? We pakken gewoon een non-rare. Zakagini. Best wel goed voor de marquee matchups te doen. Frankowski mag daar. Jij mag naar daar. Ik ga dus de marquee matchups proberen nog verder af te werken. Napoli Fiorentina. Ik denk dat ik wel iets van Fiorentina aan mijn club op zitten. Nee, 80 reed, dat gaan we niet doen. Hier, 76 rating. Leverkusen of FC Keulen. Rechtsmidden ga ik dan zien. Hoeveel rating, hoeveel teamgeest heb ik nodig? 76. Leverkusen heb ik een keeper van Leverkusen. Nee, maar ik heb wel Bouwman dat ik tussenuit kan leveren. Ah, dat is niet echt zo cool. Bundesliga. Schmitz. Ja, dat gaat veel te veel. Ubers, hoeveel gaat jij? Dat hier wat ik tradable heb in de club, wat kan even kan quicksellen voor Ubers te kopen.
Zou ik nu genoeg hebben voor huurders kopen? Ja, denk het wel. Dus nu terug naar marquee matchups gaan. Spaans linksachter heb ik dat. Ja, zeker. Spaans rechtsachter. Nacho Vidal. Spaanse centrumid. Ja, ik heb wel even Brown nu. Spaanse doelman. Spaanse centrumid. We kunnen wel even Spaanse RVA. Spaanse spits. Spaanse linksleugel aanvaller. Misschien Bundesliga moet ik ook gaan pakken. Even ja, Bundesliga. Ik kan nog eens moeten zien waar ik in de club heb voor te verkopen. Dat ik mijn linksleugel aan van de Bundesliga kan gaan halen. En ik ga er voor Mane in inleveren. Dus.
Maar ik kan Philip inleveren. Shit, het is kei lang aan. Come on. En we hebben de marquee matchups, de twee dat we nodig hebben, voltooid. What the actual living fuck, man. Het wordt tijd dat we die voltooiden. Oké, okay, we krijgen een CVM. Fernando. Nou, decent, decent, decent. Maar nu is de vraag, zijn we een niveau gestegen of niet? Nee, we zijn net niet gestegen. Vandaag komt wel Premier League tot zijn momenten dus. We kunnen wel 5 momenten doen. Ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben dus een 81 plus player pick. Lekker pick. En we krijgen er geen team season uit, wel een Handanovic. Lekker pick. Handanovic. Oké, boys and girls. We hebben een 3. Een van 3 spelers. 81 plus player pick. En ja, Carlos Soler of Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben een 2 zet. We hebben een spelerspakket.
81 plus. Wat gaan we eruit krijgen? Lekker. Oh, sowieso een borde. En dat is Gerard Moreno. 85 credit. Echt een kutspeler, joh. En Ferran Torres. 82 credit. Oké, boys en girls. We kunnen voor een 84 plus. Zelfs dan gaan we het speelspakket gaan. Ik heb 20 tokens in de club zitten. 21 zelfs, dus ik ga die gewoon openen. En we krijgen er een Team of the Season uit. Nee. Fucking de Gea. Is die pack tradable? Nee. Dus ik moet iets met de Gea gaan doen. Dus de Gea krijgen we. Twee keer. Twee Team of the Seasons. Dubbel gepakt. Dus ik moet iets met de Gea gaan doen. Dan gaan we Bijlo proberen doen, hè. Nee, ik ga Bijlo niet doen. Weet je wat ik ga doen? Het kan stom klinken. Ik kan gewoon een 81 plus play speak zeggen. Oei, wacht. Ik kan wel... Ik ga die wel wisselen eerst. Dus ik ga de Gea in een 81 plus player pick steken. Ja, ik heb niks anders. Ik heb niks veel rares in de club dus. Moet de vrij er gaan bijsteken. Zet een L in de comments voor de Gea. Oei. Die telt zelfs niet als raar. Bij die... Daar. Yep. Die telt nog niet als raar. Hopla, de Gea wordt nu ingeleverd in 81 plus player pick. Ik krijg er dus een scheid uit. Ja, ik krijg Brandt als hoogste. Brandt en Berghuis als... What the fuck, een 82 credit. Voor 90 credit in mijn leven. What the fuck, G! Oké, boys en girls, 7 uur. Team of the Season, Premier League zit erin. Haaland 97. De Bruyne 97, Salah 96, Ruben Dias 96, Rashford 95, Kane 95, Casemiro 94, Varaan en Son, twee moments van 94. En ik heb een player pick klaarstaan. Een van drie zeldzame gouden spelers, 82 plus. En we pakken gewoon een coke uit, kokke. Kokke, ja. Saint-Maximin heeft een... moments inderdaad. En Nidiri heeft een player in mond. En we gaan dagelijkse bronzen. Nee, gaan we nu 20 dagelijkse bronzen upgrade. Team of the Season dagelijkse aanmeldings upgrade.
Shen Wei. En we hebben een 8 Premier League kleurspakket. Is hier maar kapekje, waarschijnlijk nul de botten. Eerste twee zeldzame spelerspakket, 31 plus. En kreeg inderdaad niks. Laborde 81. Dus twee 81's. Oh, kut. Wat een scheetpik. 8 Premier League spelerspakket, lekker. En we krijgen gewoon een border maximum, allee, maximum walkout. En we krijgen Hooiberg 83. Oké. En nu gaan we naar het tweede account. Als we elke video doen, gaan we naar het alt-account. Dan gaan we daar ook. Gaan we ook de deal nog in doen. Ik hoop dat we echt een team zien van de Premier League pakken deze week. Dus niemand doet wat, want het is god toch geen tyfus spel. Ja, la 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 la. Oké, bij wie waren we dus geëindigd? Son, Martinelli 93. Weet nog geen Marais 93, Saka 93. En. Allee, de servers. Oké, we hebben nog eens een Premier League. Eerst Premier League player spec. Oké, we hebben nu 81 plus 2 goals. Nee, dat zit gewoon. Di Maria, ik loop er niet meer in. Ik loop er niet meer in. Tussen Di Maria en Messi. Die had kunnen krijgen ze. Duits, scam. Havertz. Die zie je ook niet vaker, ik die pick. We hebben hier een preview pack. Je moet nog 9 minuten wachten. De preview pack is er morgen. Oké, boys en girls, het is zondag. Het is 20 na 4. En we beginnen sowieso met de deel login. Op het tweede account, op de main account, hebben we die gedaan via de app. Via de EA. Via de FIFA app, Companion app, hebben we die gedaan. Maar hierop hebben we die nog niet gedaan. De leden login. Dus ja. We gaan die zo dadelijk doen. Squad building challenges, daily login. Teams is een daily login upgrade. Hup. Hopla. Oké.
Ziet er wel interessant uit. Tot challenge 6. Oké, ziet er wel interessant uit. Team of Series challenge 6. Challenge 4 wil ik. Dan moet ik hem zijn 27. Ik val even de Premier League aan, hè. Licha. Keita, Tielemans, Almiron, niks meer dan Juma, de vingers, Foden, Rijtwinger Kulusevski, Spits, oké, ik moet nog een Argentijn hebben. Argentijn. Hopla. Dat hebben we ook al gedaan. En nu gaan we dus deze packs hier open doen. Eerst 8 Premier League players pack. Dit gewoon een rijden en alleen borden. Dan is een Hooiberg. Oké. 81 2 plus 2 red goals. Ja, Insigne. En nu gaan we naar het main account. Oké, okay, ik heb vandaag toernooi gehad, zoals jullie wel weten. Nee, zoals jullie niet weten. Ik heb vandaag toernooi gehad in Westerlo, alleen Noorderwijk eigenlijk, of Oosterwijk. Zo die kanten. En dan heb ik dus een toernooitje gespeeld van 4 matchen. Tot spittig, dus ja, let's go. We zijn Elite 3, Elite 3. Ik dacht dat we nog Elite 2 gingen halen, maar we zijn dus eigenlijk gebotteld. Gisteren zag ik wel nog Elite 2, dus ja. Maar eerst hetzelfde dan, Electron Players spelerspakket open doen en dat krijgen we uit. Een gewone borden misschien. Ja. Hummels 84 credits. Ja,
Lekker. Jij mocht daarop. En nu nog eigenlijk een community Eredivisie topspeler. En het is sowieso een walkout. Kokshu. 39 Kokshu. Rood. Leren. Divisie. Oké, 89 Kokshu. Voor Champions of wat is dat? Voor Champions tot. Ja, 89 Kokshu. Dus in totaal hebben we met alle tots hebben we 2 keer de Gea, 2 keer Bergwijn, dat zijn dus 4 tots. 88 Veerman. 88 Morata, 90 Paludidis, 90 Rai, 90, wacht, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Team of Seasons. Nou ja, we hebben wel Kokshu rood, dus. Ik ga zien wat ik ervan kan maken met die, ja, die besteden uitdaging 4. Speelt uit 1 club maximum 4, oké. Okay. Ik ga voor Spaans gaan, denk ik. Variol. CV, Spanje. Gold Rare. Dat zou goed zijn, denk ik. 1,3. Porto, Koke en Fabian. Porto gaat iets van een 57, denk ik. Denk aan. Ik moet die nog hebben, die club. Athletic Bilbao. La Liga. Inaki Williams. Ja, voor 1,1. Ferran Torres. Nu kan ik gewoon RVA pakken.
Maar dan nu wel. Hopla. Dus daar hebben we ook nog ex-Premier League spelers. En daar krijgen we uit sowieso een borden. Ik denk een walkout zelfs. Nee, het is 85 voor een. Wissel, Hoover, wat ik erin gestoken heb. Ja. Oké, boys and girls. Dit is 7 uur. Gepasseerd. Ik heb dus mijn bril aan. Het is 5 van 7. En ja, let's go. EFL team season. Brownhill. Pak Braakpom. Oeh. Tella. Vincent Jansen, ja. Benzema wil ik wel. Varela. Mahrez misschien wel. Sarkaria, ik weet niet, Drommel, ik weet ook niet. Lindelof wil ik wel. Lozek wil ik wel. Matthew Ryan misschien wel. Leao wil ik ook. Allee, het duurt lang. Ze gaan er FIFA nog gezet en terug opnieuw in. Misschien dat we... Dan rapper in de FIFA zitten. Dus ja, let's go. Deze video is vooral Premier League en EFL Championship Team of the Premier League Team of Season en EFL Team of Season video. Dus ja, ik hoop dat we FIFA inraken. Ga eens kijken. Ah nee, ik hoef al niet meer te kijken. Welke is misschien komt er vandaag uit? Is vandaag echt meer dan morgen zeker. Morgen is echt mijn morgen komt de Premier League Premium League Upgrade SBC uit. Oeh nee, die gaan we niet doen, die SBC. Oké. Okay. Team 7 dagelijkse aanmeldings upgrade. Dat hebben we vandaag 3 keer gedaan. Hoeveel keren moeten we die nog doen voor de volgende? Ah, morgen hebben we die. En dan dinsdag. Woensdag die, vrijdag die. Ja. Decent. Oké. Okay. 81 plus. Dubbele, zeldzame, rare spelers. Let's go. Het is gewoon zonder een rare. 82 Sergi Darder. En 81 Visca. Oké, okay, nu naar het tweede account, naar het alt-account. Doen we zijn YouTube, oké. FIFA 23, here we go. Dus ja, yeah, let's go. Thank you.
Dus ja, let's go. We gaan hier zo dadelijk ook de daily login op doen. Ik heb mijn trash van Borussia mijn Gladbach aan. Dus ja. Amai, wat een dag. Ah, hier hebben we nog een power-up badge. Lekker. Oké, hier gaan we team rotate en daily login ook doen. Team season daily login. En ons standaard inleveren. Lekker. En hier hebben we dus ook een tactical red gold plus pack. En hier krijgen we een team season. 38. Piers. Ja, nee. EFL. En John en EFL'se. Lekker. Nice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Team season nummer 11. We hebben twee accounts bekeken. De team season nummer 11. Lekker, lekker, lekker. Team season nummer 11, over twee accounts. Nou ja. Ja, Kokshoe was rood, dat is juist. Kokshoe was inderdaad rood. Biarjani. Echt, what the fuck, man. Weer al een team of season heel perfect. Dus ja, dit was een beetje de video. Morgen kom ik waarschijnlijk terug met daily login en ja. Oké, boys and girls, dit is maandag. Maandag 8 mei. En we hebben een premium gemengd salespakket. Hopelijk krijgen we dan een team season uit. We krijgen gewoon een borden uit sowieso. Een center mute. Een 33 Henderson. Komt goed van pas. Bazoer zeggen tradable. Ja, je zegt tradable. Goare zeggen tradable. En tradable, dan ga je de discard mount in. We hebben nog een preview pack, nog 2 uur wachten. Is er nog een goede SBC uit? Hier veel jonge spelers van het seizoen ga ik niet doen. Ik ga nu proberen te scoren. Nog 3 keer te scoren. Nog 3 keer te scoren met een Premier League speler. 2-1, dus assist en een doelpunt maken. Die moet ik ook nog doen, Premier League succes. Moet ik ook nog doen, dus ja. Ik ga Joe Linton even in de basis zetten. Is hier Premier, Team Season, Kwaliteit,
Team of the season. Dat zijn allemaal Team of the season op de bank. En nu ga ik proberen 3 keer te scoren met Joel Engtot, maar dat moet wel lukken. Oké, boys and girls. Oei, man. Oké, boys and girls, man. Ai. Ik heb 3 objectives voltooid, 3 doelstellingen. Of ja, 2. 2-1, heb een premium goudpakket. Let's go. En een goudpakket en 1250 XP. Waardoor ik nu gerichte sprong. Gerichte bril, gerichte sprong ga ik doen. En dan moet ik nog 3000 XP voor de 15x83. Dus let's go. Hopelijk krijgen we een Team of the Season uit onze pakketjes. Een goudpakket. Gewoon een Londen, alleen rare, maar geen borden. Dat is Rodriguez. Ja, Bradford City, eigen tradable. Nee. Mogen de vuilbak in. En nu een premium goudpakket waarvan, ja, het was spelers van 3 zeldzaam. En we krijgen nu een borden, een rechtsmieren, kanales, lekker. En hebben we die? We hebben die niet. En violet bevrijdingskleur mag naar onder gedaan worden. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is dus 7 uur. En ja, we gaan dus packs openen. En nee, we gaan geen packs openen. We gaan de daily login doen. We gaan de Premier League Premium Upgrade SBC doen. Als die er uitgekomen is, ik denk dat die wel uitgekomen is. Premier League SBC, denk ik dat dat was. Ik zie wat we moeten doen daarvoor. Ik hoop dat we die kunnen doen. Dus. Ja. Ja, we zullen wel zien wat we gaan krijgen, zeker. Premium Premier League Upgrade. Premium Premier League Upgrade. Zeldzaam spelers exact 11. F11. Ja, dat ik er 11 heb. Van Danovic. Denk dat ik er 11 heb. Licha. Gold rare. Low to high. Marin Baldu. Watkins. Danjuma. Ah, nee. Richard Libazur. Pogeba. Vishka. Koufal. Rodriguez. En Alex Moreno. 8 Premier League spelers, oké. Wauw. We hebben 1 doelstelling voltooid. Hopla. We hebben nog 1750 XP nodig voor de 15x83. Oké, we gaan nu eerst nog de daily login doen. Daily login, waar zit je? Die we zien, dagelijkse aanmeldingsupgrade. Brons, LC,
Ijsselen. Oké, daar hebben we ook een mijlpaal voor voltooid. 8 Bundesliga speelspakket, die ga ik houden. Voor mijn Bundesliga Team of the Season. Dus die ga ik in de club laten zitten. Dus 2 zeldzame gouden speelspakket, 81 plus. En dat zit in, sowieso een borden. Ja, Korea 83. Dat is een van de eerste keer dat ik die Korea pack. Oké. Okay. 8 Premier League speelspakket, let's go. Er zit geen border in, er zit gewoon een rij in, dat is Nunez, Darwin Nunez. Zeg het Red Bull potentie? Nee, dan ga ik gewoon discard worden. Ik heb nog geen team season gepackt van de Premier League. En het ziet er ook niet uit dat ik hem ga packen. Wel, Robertson. Wauw. 87 Robertson. Wauw. What the fuck? What actually living fuck, man. Preview pack. Altijd doen een preview pack. En we krijgen nu gewoon een RVA. Adama Traoré. En voor de rest heb ik hier niks staan. Ja, nog een 8 Bundesliga speelspakket. Maar die gaan we pas openen. Bij Bundesliga Team Season. En het is nu maandag. En ik ga toch deze video gaan afsluiten. Dat ik toch Premier League Team Season in 2 video's ga behandelen. Anders wordt het een beetje een te lange FIFA video. Vind ik persoonlijk. Ja, we gaan nu FIFA induiken en dat is ons laatste dingen op het alt-account. Dus op het alt-account is het altijd het laatste dingen. Ik ga altijd eerst op mijn main-account, dan alt-account en dan... Ja, hier wil ik graag zakken oppikken. Maar ik denk dat ik hier ook een team of season van de EFL. Ja, hier heb ik die Piers. Wacht, Danilo had ik er gepakt en Piers Gianni, dat was het. Oké. Okay. Hierop gaan we ook de daily login doen. Marke matchups heb ik hier nog niet gedaan. Team of Season daily login. Hierop ga ik ook de... Ook de Bundesliga pack houden voor met de Bundesliga Team of Season. Ja. Dus Bundesliga pack ga ik houden voor bij Bundesliga Team of Season. Complete 20, dan krijgen we 5x84 plus, oké. Hierop ga ik ook rap die Premier League, Premium League upgrade doen. Exact 11 rares. Oh lele, oh la la, kinesenapa, avec la pucella. Opa, opa, mecano. Nacho, Fernandez. Hier heb ik ook Robertson, lekker. Ismaili. Ricardo Pereira. Hoe heet men die eigenlijk? Porto. CM. Stanciu. Ik heb ook heel lang gehad op mijn account. De La Cruz.
links midden. Gold rider gewoon even opzoeken. Low to high. Myron Boadu. Becca. En hier gaan we Nakajima inleveren. Zijn we hier ook nu weer een nieuw niveau? Jazeker. Craft to Glory. Hier hebben we een premium gold pack. Is nog wel in seizoen in niveau 7. Ah, maar ik kan misschien wel nog op mijn main account nog de premium zilver upgrade doen. Dus premium gold pack, eerst beginnen we daarmee. Oké, what the fuck, een walkout? Dat is Skriniar 7, dat is uitgeleverd. Ja. Voor de werktuigen tradable? Nee, untradable. Mocht je eigenlijk. Discard mountain. Amai, updating store. Eentuigen plus 2 de gold players pack. Ook weer al walkoutje. Dat is Alaba. 87 credits. 87, wauw. Dag 87 dat het allemaal was. Die ook heel lang gehad. 8 Premier League players pack. En dit hebben we met een gewoon. Dat is McTominay. Scott McTominay. 80 credits. Wat we nog op de main account gaan doen is even de premium bronze upgrade en de premium zilver upgrade. En hier zit gewoon mijn. Oh! Jamie Vardy, 85 credits. En die heb ik nog niet op dit account. Wauw. Wat we hier ook op gaan doen. Ah, ik heb hier nog een preview pack. Nog 7 seconden wachten. 3, 2, 1. Up! Preview pack en we krijgen sowieso een borden uit. Spaans left wingback. Angelino 83 geleverd. Oké, nu gaan we terug naar het main account. Gaan we even die twee packs klaarzetten. Gaan we even die twee packs klaarzetten en dan. Laat de video stoppen. Gaan we even die twee SBC'tjes doen. En nu zitten we dus lekker in de game terug. Ja, met heel wat ja, dingen te doen. We gaan dus de daily login nog grap even doen. Ja. Dan niet de daily login. Die twee. De premium bronze upgrade en premium zilver upgrade. Moeten we nog grap even doen. Die moeten we nog even craft, toch? De premium zilver upgrade krijgen we 1050 sp, geloof ik. De premium bronze upgrade krijgen we 1000 gold packs. Dus ik ga even de premium. Even zien welke nou we moeten doen. Top zilver en top bronzen upgrade. Dus hier moet even zoeken. Top zilver en top brons. Top zilver en top brons.
Gebruik selectiebouwer en dat is kwaliteit met dat zilver zijn. Hopla, dat is ook al gedaan. In behandeling, oké. Oké, okay. Dat is 81 plus dubbele gouden speelspakket. We moeten hier gouden upgrade NPC 1 keer voltooien. Waarom ook niet? Waarom ook niet even rap niet doen? Dan hebben we nog even wat picks. Hopla, dan hebben we nog een paar packs. Oké, boys en girls, we hebben nog een paar packs klaarstaan. Twee zijn samen gaan het speelspakket, let's go. Er zit een wallcardje in, wauw. Cam. Bernardo Silva, lekker. Wauw, Bernardo Silva. Dit is dan het spelerspakket 81 plus. Nog een wildcard. Goalkeeper. Alisson Becker. En Mason Mount. Lekker. Dit is dan het spelerspakket 81 plus. Ik word een borden in. Ruben Neves. En ga een Jezus Navas. Dat is gewoon een gouden speelspakket. Decent. Zit niet goed in. Pablo Sarabia. Dat is gewoon een gouden speelspakket. Zit niet goed in waarschijnlijk. Die, dat is gewoon folder voor de club te vullen. 5, 7 samen zilverspelers. Ook gewoon folder. Voor de zilver, LBC.
En de laatste vijf zeldzame zilveren spelers bekend. En dan is ook gewoon Paulson. Oké. Hier zitten we dus. Ja. Wauw, morgen. Hey. Ik ga nu de video stopzetten, morgen begin ik aan een nieuwe video. Dus ja, let's go. En je ziet het dus bij de outro. Ja, we hebben deze video. Maar ja, twee teams season gepikt. Maar wel één rode team of season en één EFL team of season. Ja, we hebben dus Kokshu rood van de Eredivisie en Pierre Gianni van de EFL gepikt. We hebben Kokshu rood op het main account en Pierre Gianni op het alt account gepikt. Ja. Dus deze was zo'n beetje de video over vandaag de video. Volgende week komt er een andere team of season, EPL en EFL video online, team of season video online. En dan gaan we door naar een ander team van team of season en dat is weer de week erachter. Dus ja, blij dat jullie gekeken hebben naar deze nieuwe video. Ik hou deze FIFA-video's een beetje langer. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video over EPL en EFL Team of Season. En de volgende komt ook nog EPL en EFL. Dus ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie guys graag terug vrijdag bij een vlog of een andere video. Dus ja, let's go. Bye bye!